Hallo en welkom bij Groenteboerderij Millenaar. We zijn hier op locatie en je ziet dat hier ook nog honingkamers opstaan. Die hebben we expres laten staan vanwege de pompoenen die hier nog waren. Dus hier hebben we hopelijk nog pompoenhoning. Gaan vandaag wel af. Dat is hoog nodig. Pompoenen zijn ook klaar. En dan, maar er wordt nog heel veel gevlogen. Dus er wordt nog ergens wel wat gehaald. En kijk eens. Ze hebben hier een prachtige zonnebloemenzee aangelegd. Dus dat is ook nog prachtig. Voor de beestjes. Maar je ziet ook dat alles wel een beetje aan het ophouden is. Hier stond het vol met lavendel. En je ziet, het is ook klaar. Goed, we gaan eens kijken hoe het in de kast is. Hey, we hebben hier een kijkje in de honingkamer. Prachtige honing. Mooi dicht. En deze honing gaan we zo ook afhalen. Die mooie pompoenhoning. Er ligt een beetje zonnebloem. We zullen zo eens mooi kijken. Dus we kijken zo ook even in de broedkamer. Goed, we nemen even een kijkje in de broedkamer. Eens kijken hoe het hier gaat. En eigenlijk hoeven we niet veel meer te doen richting de winter. We kijken eventjes of er larfjes zijn, maar ook dan kunnen we niet heel veel meer doen. Hooguit samenvoegen met een ander volk. En we kijken eventjes hoeveel voer er in de broedkamer zit. Nou, we zien in ieder geval nog dat er heel veel bijen uit gaan komen. Dus dat is mooi voor de winterbijen. Dus dat is top. Dat betekent dat er nog veel aangemaakt wordt. En dat klopt ook, want er is hier nog wel wat te halen. Dus er wordt ook nog stevig doorgelegd. Kijk eens, twee volle ramen waar nog bijen uit moeten gaan komen. Dus dat is hartstikke goed. En we kijken even naar de volgende. En dan zien wij ook hier nog broed uitkomen. Ik zie nog geen vers broed. Maar dat gaat wel de goede kant op. En hier zie ik al wel larfjes. Dus dat is perfect. En je ziet een volle bak met bijen deze. Heeft ook een goede bak met honing, zoals je net zag. Die gaan we ook zo eraf halen. Normaal gesproken veel eerder dat we honing eraf halen. Hier zien we ook larfjes goed duidelijk. Maar ja, hier stond nog de boel zo in bloei. Als we dat dan niet hadden, als we de honingkamers nog eerder eraf hadden gehaald, wat was er dan gebeurd? Dan was het hele broed net volgelopen. Had de koningin dus niet meer kunnen leggen. En hadden ze dus ook keurig. Hadden ze dus eigenlijk, waren ze vertrokken waarschijnlijk, en dan hadden we een kast hier vol met eigenlijk bijna onbruikbare honing gehad. En nu hebben zij nog en nu hebben wij nog. Dus dat is een hele mooie combinatie. Maar we moeten nu wel opschieten. Want hoewel het vandaag weer gewoon 25 graden wordt, staat de winter wel voor de deur voor de bijen. Want als het onder de 15 graden blijft, ja, dan wordt het moeilijker om nog wat te halen. Ook planten zullen niet meer bloeien. We hebben zelfs nog wel de Hydra die altijd dit najaar nog erg goed doet. Vorig jaar helemaal fantastisch. Wat we ze voldoende hebben. Kijk, en we zien dus hier twee volle ramen die vorige dik liet zien. En deze ook compleet vol met voer. En dan zou je zeggen, die kan je toch ook helemaal slingeren? Ja, dat kan. Dan hebben we extra honing. Kunnen ze ook lekker in de volle kade staan. Dan hebben ze iets wat ze zelf hebben gehaald, ook wat ze zelf kunnen gebruiken. En dat heet bijengezondheid. Leuk dat we voeren. Maar het moet bijvoeren zijn en het moet niet voeren zijn, want dit zijn juist de stoffen waar wij zo blij van worden, maar de bijen ook. Dus laten we er vooral vanaf blijven. Dus dat was het bij Groenteboerderij Millenaar. Millenaar, nog een keer. Dat was het bij Groenteboerderij Millenaar. En tot de volgende keer.